De Achterhoek, een glooiend land, gelegen in Oost-Gelderland, waar alles nog zo vredig lijkt te gaan. Een dorp verscholen in het groen, met boerderijen net als toen, alsof de tijd er stil is blijven staan. Het lijkt wel haast een schilderij, het vee al grazend in de wei, een fietspad tussen bos en akkers door. Wat ligt er meer voor de hand om met Beeldschoon Achterhoek ook eens een keer naar Aalten te gaan? Maar Aalten is niet alleen de plaats Aalten waar ik nu sta. Aalten is ook de gemeente Aalten. En de gemeente Aalten kent nog een aantal gehuchtjes en buurtschappen en andere dorpen. Zoals... Vandaag zoeken wij wederom de grens op. Ik ben in Dinxperlo en dat ligt zo dicht bij de Duitse grens dat je het in je woonkamer van je buren eigenlijk Duits kan horen praten. Daarom hebben ze hier ook veel internationale verhalen voor ons in petto en ook een aantal mooie bezienswaardigheden, waaronder de kleinste kerk van Nederland. En dat alles gaan we vandaag ontdekken. Ik vind het een prachtig, mooi en klein kerkje, maar hoe oud is deze kerk? De kerk is gebouwd in 1912. De reden waarom die gebouwd is, dat is om de erfenis te kunnen aanvaarden. In 1909 is de bewoner overleden en die heeft alles nagelaten aan de congregatie Zusters van Liefde. En die zouden een klooster stichten en een bewaarschool. En in Dinxperlo was niet veel mensen die katholiek zijn. Dus ze hebben dat afgewezen. Want ze dachten, nou ja, dan komen er bijna geen kinderen naar de bewaarschool. Dus de volgende in rij was een notaris uit Den Haag. En die heeft zich alles eens nagelezen en bekeken. En die heeft op een gegeven moment een plan ingediend om een kerk te bouwen. De kleinst mogelijke maten voor een kerkje heeft hij genomen. Okay. En het plan is goedgekeurd en vandaar deze kerk. Als extra eis was er om het beeld, ja, de kruisiging van Jezus erin te hebben. Oké, maar dat was een van de voorwaarden. Dat is een voorwaarde, ja. En dat heeft hij dus allemaal gedaan. Het kerkje is gebouwd. In 1984 is het verplaatst omdat hier industrie zou komen en is het een beetje diagonaal verplaatst, een beetje dichter bij de weg. Okay. En sinds die tijd is het dus een expositieruimte. Dus dat wil zeggen dat deze kerk eigenlijk oorspronkelijk niet hier op deze plek heeft gestaan? Nee. Hier kan je een klein beetje
zien waar die ooit gestaan heeft. Nou, 50 meter verplaatst en nu staat het sinds die tijd hier en is het als expositieruimte. En het is de kleinste kerk van Nederland, klopt dat? Ja, klopt. En er is geen kleinere kerk te vinden? Nou, er heeft iemand anders een houten kerkje nagebouwd. Ik weet niet waar precies, maar dit is een stenen kerk. Ja, er zullen ongetwijfeld in Madurodam ook nog kleinere kerken staan, maar dit is ook van oorsprong een kerk, ook met de bestemming kerk te zijn, toch? Ja. Officieel is het gewijd, maar nooit ingewijd. Oké. Dus maar hier hebben dus ook geen diensten plaatsgevonden? Ik denk het niet. Dat weet ik verder niet. Het is wel als kippenhok gebruikt vroeger. Ja, kan je voorstellen, hier als kippenhok. Ja, schande eigenlijk. Ja, en als schuur. Ooit is Eermuren eruit geweest. Welke dat was, weet ik niet. Maar er stonden toen twee koetsen in. Konden ze twee koetsen of zo de inrijden. Ja, dus wat dat betreft is heel jammer. Het is mooi dat het zo behouden kan worden. Precies, waar ik net zeg. Dat ze het raam nog weer teruggevonden hebben, dat komt er dus ook nog weer in. Ja. En dat er dus ook altijd nog het altaar was. Oh ja, en die hoort er eigenlijk ook bij. Die hoort erbij, ja. Ja, hoort bij het kerkje. Dus ja, dan mogen wij nu vandaag de dag toch wel blij zijn dat deze kerk nog, ja, eigenlijk in oude staat, nu nog steeds bestaat. Nou, ik zie prachtig mooie schilderijen, zie ik hier aan. U zegt zelf, het is ook een expositieruimte. Ja, klopt. Dus hier worden afwisselend eigenlijk schilderijen opgehangen of andere kunst? Ook andere kunst, ja. Hier wordt elke maand een andere expositie gehouden. Meestal alleen op zondag, maar in juli en in augustus gaan we ook op woensdagmiddag open. En ja, voor volgend jaar hebben we het ook ongeveer rond. Dus elke maand weer een andere expositie. Mooi, en daar gebeuren soms ook nog wel andere leuke dingen hier. Ik heb het in een gesprek hiervoor heb ik al gehoord. Wat zoal bijvoorbeeld het leukste wat zo de laatste tijd hier gebeurd is, wat was dat? Nou, dat was een huwelijksaanzoek. Iemand vroeg of dat mogelijk was via de mail. En dat heb ik toegestemd. En die jonge man die wilde hier iets leuks opzetten. Heeft een klein tafeltje meegenomen, bagage erbij, bloemblaadjes erbij. En heeft s'avonds met de kaarsjes aan zijn geliefde ten huwelijk gevraagd. Dus, dat was een leuk idee. Nou, kijk mensen, hebben jullie ook iemand waarvan jullie houden? Willen jullie iemand verrassen? Dat kan ook hier. Ja. Ja? Dat wil nog lang niet zeggen dat jullie per se moeten gaan trouwen, maar zoiets kan dus ook hier. Nou, ik wil me even bedanken voor het gesprek. Graag gedaan. En dan gaan wij even verder. Oké, succes. Ja. Jawel. Nou, hebben we weer wat geleerd. Dit is trouwens ook echt een kerk. En geen kapel, want het heeft een toren en een koor, heb ik ook weer wat geleerd. En wij gaan nu naar de smokkeltocht. Natuurlijk heb ik ook in Dinxperlo afgesproken voor een smokkelaarstocht of een smokkelaarswandeling. Ja, om een klein beetje wat feitjes en weetjes over Dinxperlo en over de smokkelarij van vroeger een beetje te weten te komen. En daar zie ik, als het goed is, onze smokkelaar van vandaag al staan. Ik ben Benny Brugge, ik ben de smokkelgids van de VVV Dinxperlo. Mooi, dus, Arie Schreuter van RTV Achterhoek. Ja. Waar gaan we mee beginnen?
We gaan beginnen hier bij het Bultenhuis. Ja. Ja, dat is een overeenkomst die tussen Duitsland en Nederland is gemaakt om de verzorging van ouderen. Geopend in 2009 door prinses Margriet. En het is gedaan om de Duitse mensen uit Suderwick hier in Suderwick te kunnen blijven wonen. Want de zorg, s'nachts was ze niet meer. En daarom zouden de mensen uit Suderwick naar Bochel toe moeten om daar te gaan wonen. Maar toen is er dus een overeenkomst gekomen en nu kunnen ze hier wel blijven wonen en ze kunnen de nachtzorg en dergelijke kunnen ze krijgen vanuit de Nederlandse kant. Dus die kunnen hier over en daarom kunnen ze hier blijven wonen. Zodoende is dat hier ontstaan. Ik vind dat een mooi idee om dat zo te kunnen doen. Ja. Er is heel veel over en weer met de ziekenkostenverzekering aan de Duitse kant en de Nederlandse kant is heel anders. Maar hier is toch een compromis gesloten dat ze dat, alles loopt nog niet even soepel wat ik wel eens hoor, maar toch op die manier is er een compromis gesloten dat mensen dus hier kunnen blijven wonen. Ligt dus alles aan de wet en regelgeving? Ja, ligt allemaal aan de wet en regelgeving. Ja. Ik ben benieuwd. Zullen we naar boven gaan? Ja. Hier is het Terrensje, ook hier in het verzorgingshuis op de brug is ook Terrensje aangegeven met deze kruisjes. Die staan dus nu nog in Nederland en nu stappen we naar, of daar staan we in Duitsland. Andersom. Ja, we staan in Duitsland en nu stappen we morgen naar Nederland. Dat heißt, ik moet hier eigenlijk nog Duits reden? Ja, dat kan. Ja. Nou, dan laten we toch in het Nederlands doorgaan. Ja, laten we gewoon in het Nederlands doorgaan. Ja. Ja, hier staan we dus op de brug die de beide verzorgingshuizen met elkaar verbindt. Ja. Waar dus door de mogelijkheid is gekomen dat dus de Duitse mensen, ouderen, in Suderwick hebben kunnen blijven wonen. Zodat ze toch de nachtverzorging kunnen krijgen hier vanuit de Dr. Jenny Rusthuis van Dinxperlo. Op die manier is het daar gekomen. Dus, en dat lukt goed, functioneert goed in de praktijk? Ja, dat functioneert goed in de praktijk, ja. Oké. Okay. Ja. Het ziet er wel gezellig uit, moet ik zeggen. Ja, dit is eigenlijk min of meer waar we hier staan, is min of meer de huiskamer eigenlijk tussen de ontmoetingsplek, tussen de Duitse en de Nederlandse bewoners. Ja. Dat ligt hier eigenlijk dus. En dan mag ik toch aannemen dat eigenlijk de oer-Zuiderwickers en de oer-Dingspers eigenlijk dezelfde taal praten, een beetje hetzelfde plaats, toch? Hij praat in dialect. Ja. Aan de Duitse en aan de Nederlandse kant komt er heel veel overeen. Ze begrijpen elkaar. Ja, ze begrijpen elkaar. Ze waren weer elkaar ook gebriefd. Ja, daarom. Nee, dat schiet zo. Ja, vroeger was hier ook een grensmarkt, maar toen was ze heel klein. En we stonden hier nu boven de straat. Ja, hier en hier. Dit is de tegenwoordig de grensmarkt, wie hier in Hollenberg. Ja. Maar dat is al die op hemelvaartdag. Ja. Ja, en daar komt er ongeveer 10.000 tot 15.000 mensen komen hier toe. Dat is niet mis. Dus die komt hier naar kijken en dan stort zowel Nederlands als Duitse. Duits als Nederlands kan. En zo kan het ook, völkerverständigung. Ja, ja, daarom, zo is het eigenlijk gewoon. Ja. En ze hebben ook nog een mooie uitzicht. Ja, ze hebben een heel mooi uitzicht. Want hier rijd je dan hetgeen naar deze kant op kijkt, dat is dan eigenlijk geen wat daar op de foto staat. Ja. Dat is dan die kant op. Dus kijk naar zo bovenop. Ja. En hier hebben de mensen dus dat ze. Dus zich kunnen ontmoeten. En ze geven wel eens een verjaardagspartijtje of zo dat iemand jarig is, dat ze hier zitten om een verjaardag te houden. Nou, Duitsers en Nederlanders vieren samen bij elkaar. Nou, mensen thuis, zo kan het ook, hè? Ja. Nou, dus dat gaat gewoon goed. En hier rollen we ook altijd met de smokkeltocht, rollen we hier ook al mensen rondleiden. Hier rollen we ook meestal. De tocht om hier eventjes koffie te drinken. Ja. Mensen, vooral verder uit het land, uit het westen van het land, die vinden het gewoon een unieke situatie. Die zeggen, nou ja, ze begrijpen er eigenlijk allemaal niks van. Nee, maar ja, dat is ook echt uniek eigenlijk. Ja, daarom. Dat wordt voor de rest eigenlijk nergens gedaan. Nee, daarom. Het is een unieke grenssituatie. Dus. Nou, dan ben ik nu echt heel benieuwd wat u nog meer voor ons hebt om te laten zien. Ja, daar gaan we van de smokkeltocht. Gaan we verder langs de grens toe en dan lopen we naar de grensovergang oost van Dinxperlo en Suderwick. Mooi, gaan we doen. Ja. 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 Jo.
Mooi standbeeld is dat. Een smokkelaar? Dat is het beeld van een smokkelaar die hier dus langs de grenzen die actief waren om dus te zien dat ze hun brood verdienden met illegale praktijken om dus spullen over de grens te brengen en daaraan te verdienen. Bestaande van de smokkelaar staan twee beelden en dan staat een eentje verderop staat van een Duitse commissie staat ook nog een beeld. Er staan drie beelden langs de grens hier. Ja. Het was de bedoeling om het helemaal van deze grens tot aan Dinxperlo best om daar die beelden neer te zetten. Maar ze hebben drie beelden geplaatst en toen was het geld op. Meer zijn er niet gekomen. Dus. Jammer. Ja, daarom. Dit is dus een smokkelaar die dus met die ziet dat hij een haan over de grens krijgt. Maar ik denk dat hij vroeger dat hij hem wel in de zak deed en niet zo meenam. Ja, nou dat, zo denk ik dat hij te veel lawaai maakt. Ja, maar het gaat echt puur alleen om even aan te tonen wat hij smokkelt. Ja, waarom? Ja. En zie ik dat goed hier? Daar loopt de grens. Dus ook weer de Duitse-Nederlandse hier grens. Hier loopt de Duitse-Nederlandse grens die hier gemarkeerd is door die kruisjes. En daar staat een buurtje staat daar nu. Ja. Daar staat nu iets van een paar jaar geleden is die geplaatst. Daar staat nu een verhaal over de grens op. Maar vroeger was het buurtje op deze manier. Dit was de oude grensovergang. Ja. Dit was de oude grensovergang. Die heeft de oude grens overgaan en die veranderde. Dus zo zag het er vroeger uit. En hoeveel mensen van buitenaf die hier komen, hebben zo'n beetje de neiging om hier over die gele kruisen heen en weer te springen, zo voor de gein, om te zeggen van ik kijk. Ik heb hier tijdens een smokkeltocht, bij de smokkelwandeling, ik heb hier op die kruisen families neergezet. De een keek zo, de andere keek zo. Dus, en het verkeer stilgelegd om een foto te maken van die mensen. Van, vooral mensen die vanuit het westen komen, die begrijpen hier van de grens, die begrijpen er hier echt niks van. Ze vinden het indrukwekkend, neem ik aan, of niet? Ja. Maar ze begrijpen niet hoe dat hier allemaal kan zijn. Maar je hebt nu ook, je loopt hier de grens over. Ja. Maar als je dan ziet, het water, de riolering en van de Zuiderwijk, dat komt weer via Nederland. Zo. Dat is weer een afspraak via Nederland is dat. Dus. Oké, maar het lukt wel goed, toch? Ja, tussen het lukt de twee prima. Landen. Het mooiste verhaal wat ik laatst meemaakte, was eigenlijk het feit dat ik met een groep liep. Toen stopte er een koeriersbus naast me en die zegt, meneer, ik zoek naar Helweg 18. Ik zei, dan moet u aan de andere kant zijn. Ik zei, hoe bedoelt u dat? Ik zei, deze kant van de weg is Heelweg en aan de andere kant van de weg is Helweg. Ja. Ja, zeg maar, hoe kan dat nu? Ik zei, maar dit is Nederland, dat is Duits. Heeft hij me aan staan kijken? Zegt hij, moet dat een normaal mens nog begrijpen? Nee, maar dat begrijpen wij hier in de grensregio. Begrijpen we dat wel, maar het is gewoon vreemd. Dus, ja, en dat is dus ook weer een van die bijzonderheden van Dinxperlo. Ja, dat is gewoon Dinxperlo's economie. Lijkt me een hele oude grenssteen te zijn, toch? Dit is een oude grenssteen, die is 250 jaar oud. 250 jaar oud. En dus de staande van deze grenssteen, staan we hier langs de grens, hebben dus 181 gestaan. En nu nog? En dat is in 7, hoeveel dat er nu nog precies staan, weet ik eigenlijk niet. Maar nu zijn er andere grensstenen bij tussen gekomen, want dit was, vroeger was dit nummer 177 en dat heeft nu nummer 735, doordat er andere replica's en zo tussen zijn gekomen. Oké, maar deze is nog een originele oude? Deze is een originele, ja. En deze grens hier, die is ontstaan, die is 250 jaar oud de grens nu, ja. En die is eigenlijk ontstaan
uit onderhandelingen tussen mensen van de Nederlandse kant en de Duitse kant. Okay. Omdat ze telkens wel een discussie hadden van, is dat stuk veen nou van jou? Mag ik het ontginnen? Of is het van jou? En is die boom van jou of is die van mij? En toen heb ik gezegd, jongens, dat bakkelei moeten we niet hebben. Nee. We moeten als goede buren met elkaar leven. En toen hebben ze dus in Buurlo, hebben ze de vrede van Buurlo hebben ze daar getekend. Ja. Is van beide kanten van de grens zijn de mensen daar samengekomen. En toen is in 1765 is daar het verdrag van Buurlo ondertekend. En daar, na aanleiding van, is er van het jaar ook al een wandeltocht langs de grens geweest om alle langs de grenspalen tot eigenlijk de werkelijke grens loopt. Dus, nou, dus ja. Is in Dinxperlo nog veel meer historisch te zien dan menig een denkt. Smokkelaarstocht, daar hebben we toch heel veel interessante dingen kunnen horen en leren. En we zijn nu weer terug bij het Grenslandmuseum en daar gaan we nu even een kijkje nemen. Ach, goedemiddag. Goedemiddag. Amie Schreuder. Van RTV Achterhoek. Welkom. Dit is het Grenslandmuseum. Ja, klopt. Vraag ik me toch onmiddellijk af. Ja, Dinxperlo heeft natuurlijk een grensgeschiedenis. Ja. Dat ligt aan de grens naar Duitsland. Ja. En hiervoor dus dan ook het Grenslandmuseum. Ja. Waar gaat het over? Wat valt er te zien? En wat kunnen mensen hier, waar kunnen ze hier achterkomen? Hier worden verschillende dingen getoond die met de grens te maken hebben en dan vooral met het smokkelen, hoofdzakelijk. Okay. Hoofdzakelijk het smokkelen en ook wel de geschiedenis van de grens. Onder andere een stukje geschiedenis dat na de oorlog is een stuk van Suderwick bij Nederland gevoegd. Ja. Als een wiedergutmachung voor de oorlogsschade. Okay. En dat heeft 14 jaar geduurd, van 1949 tot 1963. En verder is er van alles te zien wat met de grens te maken heeft. Wat er gesmokkeld wordt, gesmokkeld werd. Want per 1 januari is met het Schengenakkoord zijn de grenzen opgeheven. Ja. Toen zijn de controles in feite helemaal afgeschaft. En vanaf dat moment is de douane eigenlijk overbodig geworden. En dan is het eigenlijk, dit is dan een stukje geschiedenis van voor 1993 en nog veel langer geleden natuurlijk. Wat voorbeelden, een poppenwagen waar sigaretten ingesmokkeld werden. Je ziet daar een röntgenfoto van iemand die bolletjes ingeslikt, naar bolletjes cocaïne of heroïne, wat het dan ook was. Men leefde eigenlijk met de grens en men misbruikte de grens dus eigenlijk ook een klein beetje om daar zijn eigen voordeel uit te halen. Ja natuurlijk, want als aan de ene kant van de grens de goederen goedkoper zijn als aan de andere kant, dan probeer je dat om van allerlei manieren. En dat was, in vroeger tijd was het met de tabak. En de alcohol. Alcoholhoudende dranken zijn nu nog goedkoper dan in Duitsland dan in Nederland. Tabak is hier goedkoper dan in Duitsland, al niet zoveel verschil meer. En op het moment is het veel met de brandstof, autobrandstoffen die in Duitsland een stuk goedkoper zijn. Maar vroeger werd er van alles gesmokkeld, boter en alcohol en tabak van allerlei dingen. Ja, zeg maar alles wat aan de ene kant goedkoper is, wordt gesmokkeld naar de andere kant toe. Dus. Ik heb tijdens onze recherche ook een verhaal gehoord dat men vroeger kruiden en specerijen met de katapult
over ja. De grens heeft gegooid? Ja, muskaatnoten. Ja? De katapult, zo'n katapult ligt hier. Ja? Muskaatnoten, en dan, die waren door de handel van Nederland met de Indische landen, Indonesië, waren de muskaatnoten in Nederland een stuk goedkoper dan in Duitsland. En dan werden ze met een katapult de grens overgeschoten en stond aan de andere kant stond er iemand met een groot laken en die ving ze dan op, die muskaatnoten. En werd er echt streng gecontroleerd toen? Ik weet niet, hebben u het beeld gezien waarin Zuderik staat van de douaneman met de verrekijker? Ja. Ja? Ja. Hebben u goed opgelet? Die verrekijker die heeft hij namelijk andersom. Ja. Verkeerd. Ja. Met andere woorden, ik moet alles zien, maar ik wil niet alles zien. Daarom? Ja, ja. Daarom dus. Natuurlijk, er werd streng gecontroleerd en de ene douanebeambte die was strenger dan de andere. Dat is gewoon zo. Kijk, wat moet je op een gegeven moment, als er een hele goede bekende van je over de grens komt, ja, dan moet je die ja, heel, heel streng aanpakken. Bij de douaniers kwamen natuurlijk ook van hier, toch? Voor een gedeelte wel, maar niet allemaal. Ik heb 5 jaar naast een douaneman gewoond die in Limburg kwam. Zo. En daar heb je natuurlijk ook een grens met Duitsland. Ja, ja. Dus, ja. Maar die was in mijn ogen vrij streng. Maar wat had iemand die, nou laat ik zeggen, een pakje boter of van die kleine hoeveelheden over de grens heeft gesmokkeld, wat had zo iemand dan aan straf te verwachten? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat durf ik niet te zeggen. Maar dat was, zal uiteenlopen van een boete van een paar gulden, uiteraard, ja, tot een gevangenisstraf van pakweg een week, maar daar zal het wel bij gebleven zijn, want dat ging natuurlijk om heel kleine hoeveelheden. Ja. En ja, dat kun je natuurlijk niet iemand maanden voor in de gevangenis zetten. Dus, En hier kunnen wij dus ook een klein beetje zien hoe de douaniers, Duitse en Nederlandse douaniers, hebben uitgezien. Want ik zie hier ook heel veel uniformen. Ja. Er staan wat uniformen, dat is van een Duitse douane. Ja. Daar staat, dan weet ik niet zeker of dat ook een Duitse douane is, volgens mij wel. Er staan ook nog, in verband met de oorlog, staan een paar uniformen van soldaten direct na de oorlog van de bevrijders. En voorin, hier staat een battle dress van 1945. Ja. Voorin staat een marechaussee's uniform. Maar hier staan in principe van zowel de Duitse als de Nederlandse douane staan wat uniformen. Ja. En de collectie is nog groter, maar die collectie die wordt elk jaar, aan het begin van het seizoen, wordt er weer een nieuwe collectie samengesteld wat hier moet staan. Want in de collectie die hier nu staat, nou, wat er in de kelder staat, is wel 5-6 keer zo groot. Dus elk jaar wordt er een keus gemaakt van, nu gaan we er dit jaar gaan we er dat inzetten. Dus, dat moet ook interessant blijven. Ja, het moet interessant blijven en ook voor onszelf, dat we dus ook zoveel mogelijk kunnen laten zien. Ja. Maar daarom gaan we hier ook niet meer dieper in. Mm-hmm. Wij gaan zelf ook nog een beetje rondkijken, maar we gaan natuurlijk niet alles verklappen. Nee. Want de bedoeling is dat de mensen zelf hierop aankomen, dat de mensen zelf beleven en zien hoe het hier vroeger aan toe ging. Ja. Toch? Nee, je moet niet alles vertellen. Nee, want anders, het moet een beetje spannend blijven. Ja. Ja. Okay. Nou, ik wil me hartelijk bedanken voor het uitleggen en wij gaan zelf even een beetje op onderzoek uit. Prima. Ja, bedankt. Okay, graag gedaan. Deze jongeman hier naast mij, dat is een grenswachter. En deze grenswachter die kijkt precies naar de Nederlandse kant uit waar de standbeelden van onze smokkelaars staan. En zo blijkt het dan vroeger ook echt geweest te zijn dat ze nou wel plichtsgetrouw hebben gekeken, maar toch niet te nauw hebben gekeken. Want als je kijkt, dan kijkt onze grenswachter namelijk verkeerd door zijn verrekijker. Nou, en onze reis door Dinxperlo eindigt dus hier op Duits grondgebied met standbeeld van een grenswachter. Hebben jullie nou zoiets van, hey, ik weet er nog een plekje in de Achterhoek waar jullie zo nodig zouden moeten filmen, waar we meer over zouden willen weten? Stuur dan gewoon een e-mail naar info@rtvachterhoek.nl. Ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.